Ben je me verleer? Eindelijk, kan ik zeggen. Hè? Klopt. Heeft even geduurd. Maar we moeten nou gewoon met beide voetjes op de grond blijven en gewoon doorgaan. Als ik naar de eerste helft ga kijken, wat heb je een druk gehad? Ja, dat was ook niet gepland, maar we weten dat... Dat we eigenlijk als Achterhoede een goede dag moeten hebben, willen we punten pakken. Ja, en dat komt ook een beetje geluk bij kijken. En ik denk dat die puzzelstukjes nou vandaag wel in elkaar pasten. Laat ik eerlijk zeggen, er waren momenten bij dat ik eigenlijk het doelpunt van Excelsior al telde. Ja, dat kan. Nou, ja, ik bekijk het toch iets anders in het veld. Maar... We zijn soms goed weggekomen, ja, dus, maar is de blijdschap in de kleedkamer is er niet minder om. Vreemd in de eerste helft was ook dat Excelsior minder balbezit had als jullie. Is dat zo? Ja, ik heb de statistieken krijg ik niet mee op het veld, maar ik geef eigenlijk weinig om. Balbezit geef ik weinig om. Ik geef erom dat we punten pakken. En, tegen NEC vorige week hebben we meer balbezit gehad, of over tegen 2 weken terug. En uiteindelijk hebben hun 3 punten. Nou, dan heb ik het liever. Lief andersom. Maar ja, nou worden meer balbezit. Ja, prima, maar het voetbal was niet goed. Voetbal was niet goed. Even nog niet meer belangrijk, vind ik. De tweede helft kwamen jullie er beter in. Dat kwam eigenlijk al op het eind van de eerste helft dat jullie beter begonnen te voetballen. Dat doelpunt moest op een keer gaan vallen, want je kreeg ruimte voorin. Klopt, we kregen ruimte en achter een verdediging was ook ruimte. En ja, ik weet niet precies hoe die bal bij David terecht kwam. Maar uiteindelijk heeft hij hem goed gescoord. En dat levert ons wel 3 punten op. Dan ga je met 0-1 winnen de laatste 5 minuten, de laatste 10 minuten. Ontzettend hachelijke situaties nog, hè? Nou, het begon eigenlijk al gelijk na de 0-1. En ja, nou kwam die bal dus wel precies voor onze voeten in plaats van voor de voeten van de tegenstander. Eindelijk, hè? Eindelijk. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Fischer. Dank je wel.